mensen uit je straat. Sta even stil, waar het leven verder gaat. Sta even stil, bij het geluk van nummer 7. Sta even stil, bij het verdriet van nummer 9. Al staan er stenen muren, toch leef je naast elkaar. We zijn allemaal toch buren, zo gaat het jaar na jaar. Een groet, een kleine glimlach, dat is waar het om gaat. Dan pas komt er leven in zo'n stenen straat. Sta even stil bij de mensen uit je straat. Sta even stil waar het leven verder gaat. Sta even stil bij het geluk van nummer 7. Sta even stil bij het verdriet van nummer 9. Sta even stil bij de mensen uit je straat. Sta even stil waar het leven verder gaat. Sta. Dat is mijn grote broer, dames en heren. Mijn oudste broer. Goedenavond, hè? Dag, zoon. Dag. Wou je mijn microfoon of je kan hier ook op? Oh, wat we willen, wat we willen. Okay. Goedenavond, dames en heren. Bekende stem. Ik moet dacht je dat luisteren? Een applausje kwam. Ja. Jaap, je moet me niet kwalijk nemen. We zijn zo met die voorbereidingen van dit programma bezig geweest. Ja. Dat ik denk, nou, ik zou ook wel eens een keertje, om het nu af te ronden, als vader Abraham op willen komen. Nou, ik weet het. Kriebelt bij het leven. Ja. Trouwens. Maar je hebt er iets onder, ja. Hè? Ja, ik heb er iets onder. Hij is ook, zie ik nu, iets langer dan jou. Maar weet je wat, daar ik stuur het Johan Bodegaver toe. Johan Bodegaver. Ah, de man. Een rondje scheuren. Maar Pierre, ik zal het er snel afhalen, want we gaan het vanavond niet hebben over vader Abraham, maar over Pierre Kartner en overal zijn internationale... Is er iets? Ad Visser, dames en heren. Ja. Dames en heren, we gaan 70 minuten praten met een bijzondere man, Pierre Kartner, die vele liederen geschreven heeft, die ver over onze landsgrenzen terecht zijn gekomen. Daar gaan we het over hebben, 70 minuten lang, en we beginnen met muziek. Pierre, vind je niet? Ja, we beginnen in Noorwegen met een zangeres genaamd Ellen Nikolausen. Zij zingt in het Duits, want in Duitsland viert zij haar triomfen. Luistert u en kijkt u naar Zomertijd, de tijd waar we zo op wachten. Ellen Nikolausen. Zomertijd, das ist die schönste Zeit. Und siedel weht ein leichter Sommerwind. Die Sorgen fort, bis sie verschwunden sind. Kinder werden nun ganz sanft ins Bett gebracht. Am Himmel schimmert noch das letzte Blau. Still ins Brausen und die Nacht kommt grau. Bis uns morgen wieder unsere Sonne lacht. Das Herz
Ellen Nicolausen. Nou, Pierre, het is zover. Klinkt als muziek in mijn oren. Ben je er klaar voor? Ja. Het wordt geen kruisverhoor. Ik ben een beetje nerveus. Ja, wie niet? Ik zit ook te bibberen op mijn stoel. Ja, dan denk je, directe uitzending. Ja. Maar het wordt geen kruisverhoor, maar we willen wel het nodige van je weten. Zullen we beginnen bij het begin? Ja. Waar, wanneer werd Pierre Cartman geboren? Vertel iets van je jeugd. Waar en wanneer? Dat mag je wel aan een heer vragen. 11435. In een heel klein plaatsje in Elst, Gelderland. En mijn vader was daar stationschef. En zodoende dat ik op het station ben geboren. Niet op het perron natuurlijk, maar op het station. Ik herinner me nog een kleine anekdote. Dat ik altijd, toen ik 3 jaar was, dat erin me nog met een rode pet op van mijn vader mocht ik de trein laten vertrekken. Ah, prachtig. En, schitterend, hè? We hebben wat foto's. Misschien kan je er even wat bij vertellen. Dit zijn je ouders, begrijp je? Eeuwig jong, ja. Geweldig. Dan hebben we nog een foto. Dan moet je maar even vertellen wat dat precies dat is. Dat is een foto van een klasje. Ja. Oh, dat is een klasje van de spoorwegen uit. Want je hebt begrepen dat mijn vader bij de spoorwegen werkte. Ja. Mochten wij in oorlogstijd wat bijsterken in Engeland een maand. En ik ben een van die kereltjes, zwart omrand, nog haarhebbend. Ja. En daar ben ik, ja. Maar we hebben nog een foto van jou. Ja. En dat is al de eerste muzikale foto. Kijk, daar is hij. Ja. Rechts of links, waar moet ik zeggen, staat Dimitri van Toren. Ja. Hij heette nog in mijn trio een jaar of 15 geleden of 20 geleden Jan van Toren. Ja. Hij is zijn eigen weg gegaan en de mensen die kennen hem erg goed. Andere kant is Jaap Goedel, ook zeer verdienstelijk in het vak doorgebroken. Maar toch, Dimitri is uit mijn trio echt naar voren geschoten. Dat vind ik erg fijn. Ja. Uit welke periode was die foto die we net zagen? Dan praten we over 1960, dacht ik zo. 1960? Ja. Nou, het is nu een 17 jaar later. Ja. En, wanneer begon je met liedjes schrijven? Ik begon met liedjes te schrijven. Ik moet wel iets leuks vertellen, kort ja. allemaal. Of, dat ik bij de AVRO, bij Harm Smedes, misschien is de man ook bekend bij de AVRO, bij een ontdekte ster in Concordia, heb ik dat gewonnen. En ik toog met mijn gitaar naar Hilversum. Een talentjacht van de AVRO. Ja. Dat is erg plezierig. En, Hoe oud was je toen? Jaar of 9. Ja? En toen heb ik daar gezongen het bekende liedje van Bobby aan Schroepen in der tijd. Ik wou ik was een krekel in het gras. Vandaar dat Urge liedje iets later. Ja. Dus toen schreef je nog geen liedjes? Toen was je 9 jaar? Of nee, schreef je toen ook wel, maar... Nee, in militaire dienst... Want van jou verwacht ik alles, hoor. Nee, dat alles? Nee. Ik schreef in diensttijd op Black Eyes of Dark Eyes. Hoe heet dat nummer ook weer? Dat beroemde Russische nummer. Daar heb ik een liedje opgeschreven. Ik weet nog niet eens de tekst meer, maar het sloeg wel aan toen ik daar werkte. Dat was hoeveel zou je er geschreven hebben? Hoeveel songs? Nou, op de grammofoonplaat staan er wel zo'n... laten we zeggen zo'n 2.500, dacht ik. 2.500 op de plaat? Ja. In hoeveel tijd moet ik... Wanneer... Nou, dat is dan weer toch weer wel zo'n jaar of 20 geleden dat ik mijn eerste liedje schreef. Ja. Maar dat werd natuurlijk... Nee, maar op de plaat, wanneer werd... Op de plaat, dat is een jaar of 14 jaar geleden. 2.500? Ja. Nou, dat is een aardige productie. Ja. Ik heb een voorstel. Ik weet niet... Nou, je mag ervan terugkomen, maar moet je luisteren. Ik heb een keer van jou gelezen dat je hebt in een interview gezegd... ik kan een liedje schrijven in een uur. En dat moet ook wel, als je er zoveel geschreven hebt. Ja, ik weet waar je naartoe wilt, maar... Ja, voel je me aan? In deze omstandigheid kan ik... Ik wil je namelijk inderdaad vragen of jij nu... We hebben ruim een uur. Nee, dat is onmogelijk. 70 minuten. We hebben dus... Je hebt nog 10 minuten. Moet je overhouden als het goed is. Heb jij... Kan jij voor ons een lied schrijven? Nou, dat is onmogelijk. Dames en heren, wat vindt u ervan? Doen! Pierre, jongen, je zit er al vast. Heb je een onderwerp? Want, ik heb geen onderwerp, maar dan moet je het wel een onderwerp vragen aan iemand. Ik weet niet Nee, we vragen natuurlijk geen onderwerp uit de zaal. Want dan zegt iedereen weer van, oh ja, dat hadden ze gepland. Weet je wat wij gaan doen? Ja. Kan dat? Zou dat kunnen? Kunnen wij naar buiten? Dan houden we... Ja? Dat is mooi. Pierre, we gaan naar buiten. We houden gewoon iemand aan. Ja. En we vragen aan die figuur of die een onderwerp wil noemen. Kan je daarmee akkoord gaan? Ja, goed. Doen we dat, dames en heren? We lezen de kritiek morgen wel. We laten u natuurlijk niet onverzorgd achter. We hebben Mieke voor u die gaat zingen. Liebe moeten. Thank you.
liebe Mutter, etwas Schönes ist geschehen. Liebe Mutter, doch du wirst ja selber sehen. Liebe Mutter, komm ich nächstes zu dir heim. Nou, daar staan we dan. Buiten, dames en heren. Er zijn inmiddels al wat mensen terechtgekomen. Die zijn er al natuurlijk op afgekomen, maar kom op, hè. We gaan door. Wij zoeken een werkelijke voorbijganger. Wat doe jij nu als die voorbijganger zegt, laten we een nummer gaan maken. Gaat het met die camera? Kan dat zo? Oh, auto's, alles komt er al op af. Nee, we nemen een werkelijke voorbijganger, Pierre. Kom op. We lopen naar de overkant. Wat doe jij nou? Als... Mogen we even oversteken? Kan dat? Kunnen we met die camera aan de overkant? Oh, waar komen al die auto's plotseling vandaan? Mevrouw, mogen wij u iets vragen? Eén moment. Wat u wil vragen? Goedenavond, Ad Visser. Pierre Kartner, u kent hem ongetwijfeld. Ik heb een bekend gezicht hoor. Moet u luisteren, mevrouw, wij zitten met een klein probleem. Wij willen in de zaal, we zijn bezig met een tv-programma. En we willen heel erg graag dat Pierre een lied voor ons gaat schrijven. U kent de liederen van Pierre? Ja, nou en of. Uitstekend. Nou, zoeken wij een onderwerp voor zo'n lied. En nu wilden we aan u vragen, mag ik uw naam overigens? Ja, mevrouw Schaap. Mevrouw Schaap, nu wilden we aan u vragen, heeft u een onderwerp voor Pierre's lied? Niet te moeilijk, nee. Ik heb maar een uurtje. Het is een probleem, want u heeft al zoveel geschreven, hè? U mag er niet over 36 blikken augurken en 6 zakken pinda's. We moeten natuurlijk een leuk onderwerp hebben. Over jong niet en over bloemen, planten en over straatje. En alles heb je al geschreven. Ja. Moet u er even over nadenken? Ja, veel verhaal van muziek. Ik weet niet of het een moeilijk onderwerp is, maar... Wat zegt u? Nou, muziek. Op muziek. Nou, zeg verder. Muziek, natuurlijk. Ja? Nee, maar dat is natuurlijk te gemakkelijk, hè, voor hem. Alleen over muziek, u weet het zeker? Ja, ik... Wacht even, maar goed. Rustig. U weet het zeker? Ja, vet. Nou, muziek zal het zijn. Gaat u, mogen we u uitnodigen? Nou. Het zou wel leuk zijn natuurlijk als u erbij was, als het lied voltooid werd. Nou, geweldig. Heeft u er tijd voor? Ja, ik geef de hond er even af daar. Ja, oké. Ja, komt u dan naar ons toe? Uitstekend. Wel, en dames en heren, dan moeten wij natuurlijk... Ja hoor, gaat u maar vast naar binnen. Nou, wij gaan dan ook naar binnen, maar wij zullen u die reis besparen. Ik zou willen vragen, Sonja Herhold, ben je daar? Hallo, hier staan Pierre en ik. En we willen heel graag van jou horen terwijl wij teruggaan. Jouw Zuid-Afrikaanse versie. En dames en heren, daar moet u echt heel erg op letten. Dit is zeer bijzonder. Jouw Zuid-Afrikaanse versie van Mooi Griekenland. Hoe heet dat in het Zuid-Afrikaans, Pierre? Weet je dat? Griekenland mooi, dacht ik. Sonja Herhold, daar ga je. Griekenland is al die huisies wit en lach die son in al die straten. Die stoelen staan daar buiten en om tafels praat die mensen daar tot laat. In geelvelde dans meisies vir toeriste rooi rokkies en kaalvoet. Visserman kom krom voorbij, hij is wel moeg, maar allemaal zal hij groet. Mooi Griekenland, jouw helder zeeweerspiel, die stralen van die laadagzon. Mooi Griekenland. Mooi Griekenland,
straatcafé. In Griekenland verkleur die middagzon die helder lucht in geel-oranje. En verder zang, laat die mensen daar tot praat. Bezoekjes elders in een straatcafé, speel voor verliefde paarkies. In Laterdal zachte aanstulte neer oor al die klein straatjies. Mooi Griekenland, jou helder zee weer spiel die stralen van die laadagzon. Mooi Griekenland, en alle kleuren hang bloemen aan een klein balkon. Mooi Griekenland, jou slanke visserspoor slijt daar door die zilverzee. Mooi Griekenland, daar klink een zachte melodie in elke straatcafé. Mooi Griekenland, jouw helder zee weerspiel die stralen van die laadagzon. Mooi Griekenland, in alle kleuren hang bloemen aan een klein balkon. Zo, wij zijn er ook weer. Pierre is alweer aan de slag na ons rondje trimmen om weer op tijd terug te komen. Is mevrouw ook al gearriveerd? Mevrouw Schaap? Waar is mevrouw Schaap? Mevrouw Schaap, zwaait u even, dan weten we dat u er bent. Ik zie mevrouw Schaap niet. Zie jij mevrouw Schaapje? Ik zie ze niet. Nou, misschien is ze nog niet gearriveerd, dan zien we er zo. Ik zie haar in ieder geval nog niet. Goed, Pierre, we gaan door. Inmiddels heeft u ongetwijfeld zien zitten de meester van de tango. Dames en heren, ik vraag u een applaus voor Arie Maasland Malando. Ja. Pierre, even niet zeggen. Ik geloof dat we eerst eventjes moeten luisteren. We hebben net mooi Griekenland gehoord. Dames en heren, we gaan het nu nog een keer horen. Eventjes een kort stukje. De meester van de tango, Malando in mooi Griekenland. Niet heel wonderlijk, Pierre, om nu plotseling een wals in de tango-vorm te horen. Ja, dat is fantastisch om dat her te horen. Niet alleen een andere toonsoort, maar een andere ritme. Dat is ongelooflijk gek om dat te horen, ja. U weet, het wonderlijke van de man Arie Maasland is dat hij het gepresteerd heeft. En daar zou ik het graag even met u over willen hebben. Om het voor elkaar te krijgen, hoe, dat is dan het grote mysterie. Maar in ieder geval op dit moment is het zo dat er iedere minuut ergens op deze aarde Ole Kwappa gespeeld wordt. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Er is altijd wel een minuut die gevuld wordt ergens op deze wereld met het nummer Ole Kwappa. En dat heeft u geschreven, dat heeft u gemaakt. En ik moet daaraan toevoegen, ik moet daar echt even aan toevoegen, Pierre Kartner een beetje kennende, dan denk ik dat jij daar wel heel erg in geïnteresseerd bent, in de wijze waarop dat eventueel met Pierre Kartner nummers zou kunnen ontstaan. Dat er iedere minuut op aarde een Pierre Kartner nummer gespeeld zou kunnen worden. Het zou kunnen, maar ik heb toch één vraag aan Arie, want zo mag ik hem wel noemen natuurlijk. Ja, natuurlijk.
hoe komt het toch dat wij allemaal liedjes schrijven, maar jij hebt dan net een song geschreven wat een evergreen is geworden, ja, die dus eeuwig door zal gespeeld worden. Hoe komt dat? Het mooie lied wat een paar maanden later weg is en Ole Kwappa over 100 jaar nog gespeeld zal worden. Wat is dat? Ja, dan krijg je het verschil tussen wat is een evergreen, dat weten we, maar hoe wordt het een evergreen? Maar dat weet niemand. Niemand weet hoe de hit ontstaat en niemand weet hoe de blijvende hit ontstaat, die door de jaren heen... Toen ik deze tango schreef, dan had ik helemaal niet het idee van, dat wordt nog eens een wereldnummer. Ik schreef het voor mezelf omdat ik het zelf leuk vond. Ja. En we speelden dat met orkest en zo. Maar iedereen begon direct het refreintje mee te zingen. Zelfs voor de oorlog, op draaiorgels werd het al gespeeld in Rotterdam. Maar het blijft steeds... Ja. Maar er is geen verklaring voor, absoluut niet. Het was een volkomen verrassing voor u. Geen geheim dus, geen mysterie dat we Pierre Cartner kunnen mededelen. Maar ik vind het erg leuk dat u vanavond eventjes langs wilde komen. Ik hoop dat u ook blijft, dat we na de uitzending nog even verder met u door kunnen praten. Ja, natuurlijk, ja. Arie Maasland, hartelijk bedankt voor uw komst. Bedankt. Nou, dan gaan we weer, Pierre. Dan zou ik nu graag het verhaal van jou willen horen. Hoe kwam je tot de figuur vader Abraham? Dan komen we op het laatste nieuws uit. Ja, vertel eens. En dat mag niet, want hoe kwam ik op de figuur vader Abraham? Ik wilde toch kort even rechtzetten dat ene John Crispijn, vroeger een arrangeur van mij, plotseling het lied had, vader Abraham had 7 zonen. Nou blijkt dat 300 jaar geleden ook al een lied te zijn geweest. Maar goed, je kent mijn stalletje zo langzamerhand. Corrie van der Rekels, Hanny, Ben Kramer, Jaak Herp, Mieke, Wilma. Ik had nog geen feestzanger, dus ik zong het zelf. En ik, dat nummer... John Crispijn kwam dus John met het nummer John Crispijn kwam met het nummer, ja. Ja? En ik heb het nummer dus opgenomen als producent, als producer van de plaat. Ik zing het zelf, omdat ik nou helemaal geen feestzanger in mijn stalletje had. En plotseling hoort een regisseur van een televisieprogramma het lied. Hij zegt, ik vind het mooi. Wij nemen het op. Hij zei, wie zingt dat? Ja. Ik zeg, ik? Ja, maar zo wil ik jou niet hebben, zei hij. Ik zeg, hoe dan? Ja. Ik zeg, ik weet al hoe je mij wil hebben. Ik heb een hoedje, ik heb een grijze baard, grijze pruik, brilletje zonder grazen. Zo wil ik je hebben. Ik zeg, en ik heb ook nog 7 zonen in Breda die te lang, te dik, te dun en te groot zijn. En zo is het een keer gebeurd dat ik in een programma zat waar al die 7 zonen, 1 voor 1, u weet het allemaal nog, uit een ton kwamen rollen. En dat bedacht je allemaal op dat moment? Ja, ik moest wat. Ik wilde zo graag toch je wilde een beetje op die buis zanger worden. Ja. Je vermomde je dus? Ik vermomde me. Ik ging achter iemand schuil om... Blijft dat nog lang zo? Denk je dat vader Abraham nog lang zal blijven bestaan? Of, zoals we hier vanavond gezien hebben, zal binnenkort Pierre Cartner op het podium verschijnen? Nou, ik denk het niet. Ik geloof dat als Charlie Chaplin nog films maakte, zei dat de man groter is dan ik, nog steeds als Charlie Chaplin films wil maken. Ja. En niet als de man die wij kennen ook. Ja. Dus ik blijf altijd nog wel vader Abraham spelen, maar ik vind het heel fijn om met de gitaar een liedje te brengen, zo. Maar ik schuil toch weer terug in de Abraham-figuur. Je vermomt je toch iedere keer weer. Over vermommingen wil ik het even hebben. Ja. Want vermommingen brengt mij op, op acteurs en actrices. En ik weet dat jij een nummer hebt geschreven voor een actrice. Ja. En een Duitse actrice, een zeer bekende, Johanna von Kotschian. En we hebben haar hier in de studio. En misschien is het leuk om eventjes te kijken, want het is een zeer bijzondere vrouw. Zij speelt niet alleen toneel, zoals u hier ziet in het dagboek van Anne Frank, maar ook in de film. Hier ziet u haar met Heinz Rühmann. Maar ze is nog veel allrounder. Zij doet ook musical, hier in Mary Poppins. En tot besluit, hoe kan het ook anders, het zangwerk, hier samen zelfs met Mario Lanza. Zij is op dit moment in de studio. Dames en heren, Johanna. Das ist der schönste Moment, den eine Mutter je kennt, wenn ihr Baby zum ersten Mal schreit. Ein neues Leben ist da, nach mancher Angst und Gefahr, ein Gefühl, das kein Wort je beschreibt. Die Zeit der Schmerzen, so schwer sie auch war, sie ist nun vergessen, denn ein Wunder geschah, der allerschönste Moment,
den eine Mutter je kennt, ist der Blick auf ihr Baby im Arm. Ist der Blick auf ihr Baby im Arm. Nou zou ik het toch wel erg leuk vinden als we mevrouw Schaap nou nog even konden zien. Is mevrouw Schaap in de weer? Ja, mevrouw Schaap, kunt u even gaan staan? Ah, ja, ik zie u. U krijgt een applaus. Ja, dat doen we zeker. Maar wat mij eigenlijk te binnen schiet, het is misschien wel aardig om uw man... U bent getrouwd? U bent getrouwd. Uw man, is die thuis? Hij zit misschien tv te kijken, kan dat? Nou, laten we dan hopen dat hij naar het goede net kijkt. Zullen we dan het volgende doen? Kunnen we mevrouw even goed in beeld nemen? Ja? En dan zou ik willen vragen, wil de ware echtgenoot van mevrouw Schaap nu dan naar het spand komen? Want hij is ook uitgenodigd om deze uitzending bij te wonen. We zullen kijken wat er gebeurt. Oké, Pierre. Ja, jazeker. Ja, jij dacht zeker dat je lekker kon blijven zitten en praten. Er moet gewerkt worden. Je hebt mij ooit een keer verteld dat je gek bent op toneel. Ja. Is dat waar? Ja, toneel, dat is mijn voorliefde. Alleen... Je hebt er geen tijd voor. Geen tijd voor en ik geloof ook niet dat ik zo'n geweldige baas ben. Dus ik hou het maar bij liedjes zingen. Ja, nee, dat hou je niet. Je hebt er wel tijd voor. Wij hebben er vanavond tijd voor gemaakt, namelijk. Weet je wat we gaan doen, Pierre? Kijk. Nee. We hebben een... Hier is de tekst. Dat wordt jouw tekst. Je gaat namelijk toneel spelen. Alsjeblieft, dit is de tekst. Je speelt opa. Ja, pak maar aan. We hebben prachtige kleding. We gaan een toneelstuk spelen. Pierre, ga maar even staan. Ik pak je kleding. Die ligt hierachter. Geen paniek. Ik kom naar je toe. Hupplakee. Pierre, alsjeblieft, met de muts, met de mantel. Ja... Ik zal hem even dichtmaken. En dan zal ik je vertellen wat we gaan doen, Pierre. Je kunt hem overal vervangen. Even, ja, nou, dat is nog maar de vraag. Eens even kijken, hoe moet dat vast? Ik hoop dat ik dat zo snel kan vinden. De bedoeling is, Pierre, jij bent een opa. Ja. En je zit... Oh, mijn baard zit ertussen. Oh, sorry. En je zit op een gigantisch kasteel. Ik kan dat ding niet vinden, zeg, waar dat aan vast moet. Oh, hier zit hij. Wacht even. Wacht even, hoor. Ja, je bent dus een opa, je zit op een kasteel. Het is hier niet onder nul, maar boven nul. Of dit boven nul is, lekker hè, zo. Is hij goed? Ja. En je hebt in dat kasteel een tegenspeelster. En dat is niemand anders dan Johanna van Kotsian. Kom op, we gaan er naartoe. Ja. Neem je tekst mee? De tekst. Wel. Jij komt er mooi vanaf, zeker. Hè? Ja. Ik, nee, dat zeg ik eigenlijk niet. Het leuke is namelijk dat Johanna van Kotsiaan, Pierre, want jij vraagt je natuurlijk ook af wat er nou allemaal gaat gebeuren. Ja. Je weet het, hè? Jij pakt de tekst waar opa bij staat. Ja. Johanna van Kotsiaan, dames en heren, en daar moeten we toch ook even een applausje voor geven. Zal het in Nederlands proberen. Theatraal, hè? Gijsbrecht van Amstel. Oké, Pierre, je ziet maar. Tot ziens, hè? Dames en heren, hier komt hij, Pierre Kakner in. Ja? Zou het erg zijn, lieve opa? En let u vooral op de titels, want er zitten allemaal titels in verwerkt van zo'n teksten. Ga je gang, hè? Ja. Wilma? Ja, lieve opa? Wat schort eraan? Stort je hart eens uit, mijn deerne? Zou het erg zijn, Wat, mijn kind? Zou het erg zijn, lieve opa, als de wind niet meer waait? Ben je gek? En als de haan in de morgen zijn lied niet meer kraait? Als dat zou kunnen, kom ik eindelijk eens uitslapen. Zou het erg zijn, lieve opa, als het gras niet meer groeit? Het zou een uitkomst zijn. Gaven we de tuinman een schop? Zou het erg zijn, lieve opa, als een vogel zijn nestje en zijn moeder verlaat? Nee, mijn kleine meisje, als jij maar van me houdt. Zou het erg zijn, lieve opa, als ik
De vogel was. Wat zeg je? Ik word niet goed. Het wordt me wee om het hart. Een geliefde, lieve opa. Er is een geliefde. Hij wil mij mee voeren naar zijn nest. De vunzert. Amme nooit niet. Hij wil mijn hand. Een lel kan hij krijgen. Daar is hij. Waar haalt ge de euvelenmoed vandaan hier binnen te treden? Scheer je weg, ordinaire liedjeskweler? Aan gene zijden van de sloot staan twee wilgen. Hang daar je lier maar aan en ga zelf naast hangen. Nee, opa, hij is mijn geliefde. Wat, die kwijle babbel? Die valser zingt dan een torenkraai? Ik vermin hem. Het is een edelmens. Kom, kom, een deuntjesbrouwer edel. Nou, ik ken dat soort. Luister, kortaardig met een oor. Wat hebt ge mijn kleindochter te bieden? Liedeken, zo heer. Ah, daar zal ze vet van worden. Het is toch? Hij zingt prachtig. En wat dan wel? Ugge, ugge, ugge. Het stikje van de muggen. Ik moet lachen om wat er staat. Die komen dan op jouw slechte adem af? Hoe durf je met zo'n adem de hand van Wilma te vragen? Waar denk je wel met haar te gaan wonen? Ver weg, o heer. Schins. In het kleine café aan de haven. Opa. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren, maar ik doe wat ik doe. Ik ga mee met Adriaan. Liefde. Auf Wiedersehen, sweetheart. Een man mag niet hangen. Zug rollt im Bahnhof gleich ein. Der Schaffner, der reicht mir die Koffer hinaus. Und ich weiß, ich bin wieder daheim. Am schönsten ist es zu Hause. Du bist glücklich. Dames en heren, Elfie Graaf. De Oostenrijkse Elfie Graaf. En dat was dan haar versie van het dorpje. Oeh, Pierre, we nemen even een slokje, jongen. Haha. Ja. Nauwelijks de dood ontsnapt ze met de deur. Die deur was 150 kilo. Oeh, we moeten door. We gaan praten over een beloning die je ooit hebt gekregen. Maar ik geloof op een beetje wonderlijke wijze. Vertel mij eens, als je kan, als je wil, het verhaal van de Edison. Wat heb je gehad?
Ja, ik, leerde uit de krant, Aad. Het is alweer 3 jaar geleden, dacht ik, dat ik in aanmerking was gekomen voor zo'n prachtig kleine auto, wat dan de Edison heet, die inmiddels afgeschaft is en weer terugkomt, geloof ik. Ja, komt in kort. Ik dacht, hé, dat is leuk, ik heb er een verdiend, het staat erin. En plotseling, na zo'n half jaar, kwam die maar niet af, hè? Dat ding wat je dan graag desnoods als brieven... Werd die dan niet aan je uitgereikt? Nee, ik heb hem nooit gekregen. En plotseling zag ik hem bij mijn platenmaatschappij op een tafeltje staan. Ja? Ik zeg, dat is een Edison. Ja, daar staat je naam op, zei ze. Ik zeg, nou, dan neem ik het nog mee. Ik had toevallig een regenjas aan, want het regende. Ja? Toen heb ik hem in mijn regenjas gestopt en nou zitten de brieven onder. Ja? Althans, dat zaten eronder. Ja. Maar werd die dat jaar dan niet uitgereikt, die Edison? Ja. Maar jij was daar niet aanwezig? Nou, ik heb geen uitnodiging gehad. Je had geen uitnodiging? Nee, ik weet nooit. Moet luisteren. Je hebt me dit verhaal verteld, hè? Ik wist dat er zoiets speelde. Ja. Daarom heb ik het volgende gedaan, dat weet je niet. Nee. Ik heb van jouw bureautje, want je gebruikt hem als presse-papier. Ja. Ik heb hem onder tafel staan. Ja. Ik mis hem al niet. Hier is jouw Edison. Ja, daar is hij. 1973. En ik vind eigenlijk dat hij wel officieel aan je uitgereikt moet worden. Dus ik wil hem graag nu even aan je uitreiken. Aan de heer P. Kapper. Voor zijn werk voor het Nederlandse lied. Met terugwerkende kracht wil ik hem je graag geven tot 28 april 1973. Dankjewel. En dan gaan we weer brieven onder. Ja. En dat is nog niet alles. We hebben een zeer speciale verrassing voor je om dat te vieren. Luister. Herkend, dames en heren. Bedankt, lieve ouders. Bewerkt door het trio Louis van Dijk. En hoe voelt dat, Pierre? Nou, geweldig. Ik heb hem 2 handen gedrukt, zoals je zag.
twee handen. En ik wil graag die twee handen houden en daar wil ik mijn stem voor geven. Louis van Dijk. Louis, ik hoop dat je niet weggaat, dat je nog even blijft. Ja, ja, geef u een gerust een applaus. Louis, we willen graag nog iets van je horen. En als het kan, dan iets van je laatste LP, Concerto. Misschien het nummer Charisma. Maar voordat je begint, zou ik eerst even willen vragen. Meneer Schaap, bent u er al? Meneer Schaap? Ja, daar zit hij achteraan. Meneer Schaap, welkom. En Pierre, hoe is het met het verhaal? Bijna komt af. Het eruit de tekst? Bijna af. Ik heb het hele refrein zeker al klaar. Dat is klaar dat voor stencil. Ja? Dat moeten we zelf niet hebben. We gaan eerst luisteren naar Louis van Dijk met Charisma. Nou, Pierre, kom maar op met je verhaal. Waar is de tekst? Want je zei dat het klaar was, het refrein. Dan moeten we dat... Het is klaar voor de mensen. Kan iemand dat misschien even aanpakken? Kunnen we dit stencilen? Zou dat kunnen? Ja? Kunnen we dit even razendsnel stencilen? Bedankt. Maak er maar een lekker dik pak van. Dan kunnen we misschien allemaal er iets mee doen. Ik weet het niet. Pierre, heb je de muziek al? Ja, de muziek is ook praktisch klaar. De muziek is ook praktisch klaar. Nou, dan geef ik je nog even de tijd om dat te vervolmaken. En in de tussentijd
dan gaan we luisteren. En ik geloof niet dat er een mooiere huldiging zou kunnen zijn van jouw internationale compositiekwaliteiten. Want wie er nu komt, het is niet te geloven. Hij is speciaal voor jou overgekomen. Het is een man die in Frankrijk, in Parijs, de Olympia iedere avond als hij daar zou optreden vol zou kunnen krijgen. Het is Joe Dassin die als speciaal cadeau voor jou heeft meegenomen een nummer 1 hit die hij op dit moment heeft met het kleine café aan de haven. Nummer 1 in Canada. Dat is zijn cadeau aan jou. Joe Dassin. No sé, Oliver. Ik spreek geen Hollands. ik zing alleen dit Nederlands lied dat ik gestolen heb van Per Kaartner. Het volgende heeft Gerard Cox van mij gestolen. In Frans heet het Ça va pas changer le monde. Geweldige belevenis. De aanwezigheid van Joe Dassin. Er is inmiddels een bericht binnengekomen, Pierre, voor jou. Een kennis van de heer Smeden. Dat is dus die meneer die op jouw 9e jaar die talentenjacht organiseerde. Ja. Een kennis van de heer Smeden heeft gebeld. Hij is ernstig ziek geweest, maar is nu weer aan de beterende hand, meneer Smeden dus. En ligt op dit moment naar het programma te kijken. Meneer Smeden, beterschap, Pierre. Uitstekend. Geweldig. Nou, applaus voor meneer Smeden. Opdat we er nogmaals sneller bovenop mogen komen. Pierre, laatste ronde, jongen. Als het goed is, dan hoop ik dat inmiddels, dat heb ik tenminste gevraagd of het kon. Ja, daar gaan ze al. Alles wordt uitgedeeld. Wat wordt er uitgedeeld? Het refrein wordt uitgedeeld, Pierre. We willen graag het lied horen. Ik zou zeggen, ga jij naar voren. Kijk, daar staat een kruk. Als jij daar nou op gaat zitten, neem je gitaartje mee. Voor jou is de laatste noot van het programma ook het laatste woord. Als je nog iets wil zeggen, ga dan nu je gang, want we zijn aan de finale. Ja, we hadden nog veel willen praten, Aad. Kan niet vanwege de tijd, maar toch 6 woorden. Bedankt alle onzichtbare mensen achter al mijn liedjes. En dat meen ik van harte. Oké. Okay. Pierre, bedankt voor dit lied. Dit woord uit je hart en dan nu het lied. Nou, dames en heren, ik ben zeer benieuwd. Zij gaat zitten. Hij legt zijn tekstboek neer. Iedereen heeft een tekst in handen. Steekt u hem even omhoog. Even zwaaien. Ah, het ziet er prachtig uit. Wat is de titel, Pierre? Zonder muziek is het leven als een kikker zonder sloot. Dat heeft u al gelezen en daar gaat het ongeveer over. We zullen proberen. Je was nog niet geboren en je maakte al muziek. Je moeder kon het voelen, maar je had nog geen publiek. Toen kwam de dag, daar was je dan. Je kreeg een rammelaar. Je huilde en je rammelde al in je eerste jaar. Komt-ie. Zonder muziek is het leven als een kikker zonder sloot. Zonder muziek is het leven als de korstjes van het brood. Maar met muziek wordt het leven als een vogel zonder kooi. En elke vogel zingt zijn eigen lied en dat klinkt altijd mooi. Na jaren van proberen maak je toch je eerste plaat.
Ad Visser zegt in Top op dat hij vast hoger gaat. Toch zijn er maar een paar artiesten van ons allemaal. En dat's maar goed, want een toneel is kleiner dan een zaal. Zonder muziek is het leven als een kikker zonder sloot. Zonder muziek is het leven als de korstjes van het brood. Maar met muziek wordt het leven als een vogel zonder kooi. En elke vogel zingt zijn eigen lied en dat klinkt altijd mooi. Al zingt gauw iedereen van mij een liedje op de plaat. Toch is er één, hij heet Van Dijk, die boven alles gaat. Hij speelde net het liedje wat ik voor mijn ouders schreef. Bedankt Louis en speel het maar zolang ik nog leef. En nou echt met vijf volle man. Zonder muziek is het leven. Francine van Henelopen, lid van de ASFO. Henri van Lommezeel, lid van de ALTRO. Huub Matron, lid van de AVRO. Zeg, vertel me eens, jongeman, hoe ik lid van de AVRO worden kan. Laat mevrouw van Henelopen gewoon meteen Jan verlopen. Oh, Henri, oh Jan. Hier is een pen, beschrijf hem dan. Aha, mevrouw schrijft AVRO met zwier. Oh, en het antwoordnummer hier. Geen postzegel, dat is jou verboden. En sluiten is ook niet nodig. En doet u nu, dan bent u morgen reeds lid en dan krijgt u televisier in uw gezicht. Oh, Henri, voortaan is het in onze landen. Televisier een blad voor alle standen. Mevrouw, mijn heren, gegroet. Weet het, dat ze doet.